boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag is het 1 november. En ik wil graag een video maken over wat er in mijn dartcase zit als ik ga darten. Het is nu wel eventjes, vanmorgen op 2 november is de eerste keer dat ik buitenshuis ga darten. Buitenhuiswerk ga darten met iemand, want morgen ga ik me ken darten. En als eerste de case, dat is een Luke de Nuke Littler Target Tacoma dartcase, die ik vorige keer in een video geunboxed heb. Oké, wat zit er eerst en vooral in mijn dartcase? Natuurlijk, we gaan niet beginnen direct met de darts, maar met de dingen. Dat ik het eruit krijg natuurlijk. Oké, als eerste heb ik een broken shaft remover van King of the Hockey. Dat is het er als eerste in mijn dartcase. Dan hebben wij wat stems inderdaad. De blauwe Bulls Pro Grip stems heb ik erin zitten. Dat is de medium shaft, geloof ik. De medium. En dan heb ik ook nog, wat zit dus hier? Ik heb er nog een andere variant erin zitten. Dan heb ik ook nog de rode dart stems. Ook van Bulls, de Bulls Grip. Dan heb ik allebei één setje van in mijn dart case zitten. Voor altijd mee te nemen eigenlijk. Dan gaan we eventjes de flights bekijken dat ik meeneem altijd. Dat ik vanaf morgen altijd ga meenemen. Jullie weten dat ik fan ben van Luke de Nuke Littler. Dus heb ik sowieso al de flights van Luke de Nuke Littler mee. Maar ik heb daar ook dus andere flights van K-Flexes. Maar dan heb ik ook nog Luke Humphreys flights mee in mijn dartcase. En dan, mijn dartcase gaat eigenlijk nog even niet veranderen. Totdat ik misschien een beter setje darts heb. Maar dus, ik moet even iets pakken dat ik ook ga meenemen en direct terug. Oké, wat ik ook altijd ga meepakken als ik op darts dingen ga doen, zijn de nummer 6 shape flights, K-Flex flights van Luke de Nuke Littler. Ik zal er een eentje uithalen. De short variant natuurlijk, de 19mm variant. Dus over deze flights heb ik het. De nummer 6 shape. Waarom? Het is vandaag de dag ook dat ik de unboxing heb gemaakt, maar deze video komt. Deze video komt niet op 1 november online, maar op 8 november. Of nee, op 8 november bedoel ik, dat deze weer online komt. Dus het is 8 november vandaag, sorry voor de intro. Maar het is 8 november vandaag en want op 1 november en vorige week is een andere video online gekomen. Het nieuwste seizoen natuurlijk. Oké, dus we gaan beginnen. We gaan nu de darts bekijken die ik meeneem als ik buiten Zuid ga darten. In mijn dartcase natuurlijk. Dat zijn de King of the Hockey King Max 90% tungsten, 23 gram darts,
samen met de nummer 2 K-Flex Flights van Luke Littler erop. Dat is mijn setje dat erin zit. Ik heb die toch al eventjes, die darts. En het is echt wel leuk om ermee te darten, want ja. Die flights, die K-Flex flights zijn echt wel leuk om mee te darten. En zo ziet dus de binnenkant van mijn dartscase eruit. Ja. Dus zo ga ik het eigenlijk altijd meenemen op buitenshuis en dan zo naar de K-Flex er weer. Zodat ik ook een beetje kan afwisselen als ik zin heb om de nummer 2 of nummer 6 te gebruiken. Kan ik de nummer 6, al is die nummer 2 niet meer hoeven gebruiken, kan ik altijd de nummer 6 gebruiken. En heb ik dat erbij. Dus die K-Flexes. Deze Target dartcase. Die is echt ideaal. Zit nu Luke Humphries flights in Bulls. Bulls stems. Medium stems. De Luke Littler gewone flights. Die King of Jockey darts, Broken Darts After Remover. En dan de King of Jockey King Max 90% tungsten 10 gram darts. Allee, de barrels met de Luke Littler nummer 2 K-Flex. K-Flex wil ik bedoelen. K-Flex flights erop. Dus ja, dit is wat ik dus meeneem op verplaatsing als ik ga darten. Als ik in Leuven ga darten of ergens anders. Dus ben ik dus altijd, neem ik dus altijd, nee, voor nu dus altijd, deze Luke the Nuke Littler. Dartscase meenemen. Is ook heel stevig en is best wel perfect om mee te gaan darten. Dus misschien komt er een video online ergens in de loop van volgende week. Als ik ben gaan darten, ik weet het nog niet. We zullen wel zien hoe of wat. Maar nu ga ik dus deze video afsluiten en zeg ik jullie guys graag terug. Volgende week dinsdag mijn nieuwe IFC video of zoiets. En volgende week vrijdag gaat er natuurlijk de video online komen waarvan ik al weken aan het zeggen ben dat die online komen. Wat ik nog niet gemaakt heb eigenlijk. En dat is eigenlijk de video waarin ik ga praten over Team Odier en hoe ik het ga aanpakken. Dus let's go, ik zie jullie guys graag volgende week dinsdag terug bij de IFC video, IFC 25. Let's go, ik zie jullie guys al. Bye bye. Yeah.